Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder volgen aflevering nummer 78 hier in Mexico, ronde nummer 14 van het kampioenschap. Na deze ronde nog twee races te gaan en dan zit seizoen 50 ook alweer op. Goed verhaal. Maar heb je die vorige video in de Verenigde Staten gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer weeklessen F1 22 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Moeten denk ik wat componenten gaan laten vervangen. In de vorige race deden ze het gewoon nog goed. Ze gingen gewoon nog mee. Maar dan is dit wel een lange race. 36 rondes te rijden. En ja, dan moeten die componenten wel meegaan. Dat had u echt niet verwacht. We moeten wat dilemma's zien op te lossen. En dat is goed om te zien. Nu betekent het ook even sponsoren even weer gaan verlengen. Spoelen we de tijd eventjes mooi door. Komen een aantal kleine updates aan. Doe niks met de Pirelli Hot Lap. Slaan wij gewoon over. En dan is het gewoon tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 78. Daar gaan we dan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Ik wacht hier van wel. De auto ligt hier. Ons namelijk uitstekend, hopen dat Max Verstappen mee kan komen met ons. Dat hij de eerste startrij, dat wij de eerste startrij bezet houden. En onszelf uiteraard op pole position. Maar goed, als Verstappen ons verslaat is het eigenlijk geen probleem. Want we hebben beide kampioenschappen al binnengehengeld. Dus Verstappen kan nu alleen maar voor de troostprijs gaan. Ja, iets is te wijd. En zet er paars in sector 2 neer. Norris rijdt voor ons, maar daar hebben wij niet al te veel last van. Klein beetje die apex gemist bij de laatste bocht. Komen aan bij start-finish en dat is de snelste tijd met een 1.15.035. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q2. Nu duikt iedereen denk ik naar buiten en wij gaan nu een ronde starten. Hopelijk onze enigste ronde in Q2. Sparen we een setje banden uit. Dus dat zou mooi zijn als dat dus gaat werken. Weet het maar nooit, want iedereen is hier in zijn tweede run vele malen sneller. En mensen gaan al naar buiten, ja, om die tweede run te beginnen. Met nog ongeveer 2 minuten en 35 seconden op de klok. Met paars in sector 2 doen we goed. Inkomen stadion gedeelten. Laatste bocht. Op de exit. En dat is de snelste tijd met een 1.15.012. Jazeker. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij Q3. En kijken of wij ook op pole position kunnen gaan staan. Helaas daar de curbstone wat aangeraakt. Auto wat uit balans en hebben de auto moeten herstellen. Iedereen is dus nu naar buiten voor een outlap. Hopen dat ze mij niet in de weg zitten. DRS dus geopend en pakken hier wat slipstream van Charles Leclerc, terwijl dat maar net goed gaat. Dat had maar heel weinig gescheeld of wij hadden geen tijd kunnen noteren. Ocon rijdt ons hier een beetje in de weg. Dus we moeten sowieso nog een keer gaan proberen om ons te verbeteren. We komen aan bij de laatste bocht en start-finish. En dat is de snelste tijd met een 1.15.626. Voorlopig pole position. Maar goed, ik ga er gewoon nog een keer een ronde eraan plakken. Ocon moet geen vreemde dingen doen. En dat doet hij ook niet. Daar hebben wij George Russell en daar pakken een track limit waarschuwing. Eerste van de dag in de kwalificatie, Russell op P10. Wij gaan hem daar voorbij.
En laten even groen in sector 1, paars in sector 2 missen daar de apex. Maar goed, geen probleem. Komen aan bij de laatste bocht. Rustig op het gas. Vlag hangt uit en het is een verbetering. En nog steeds de pole position in handen. Jazeker, goed gedaan. Wij pakken dus pole door die verbetering. We stappen dus naar P2 op ruim 17e. De Leclerc op 1.6 gezet. En wij hebben het met maar één setje rode banden gedaan. De rest zit allemaal met twee setjes soft. Dus een voordeel voor ons bij de strategie. Stoer. En dan gaan we ons opmaken voor de wedstrijd voor aflevering nummer 78. Daar gaan we dan. It's time then for the Mexico City Grand Prix, a race which gave Honda their first ever victory in 1965. American Richard Ginter winning from third on the grid, and what of the Honda-powered cars this year? Red Bull have been strong here in recent seasons. Can they keep that record going today? The Autodromo Hermanos Rodriguez, 2.6 miles of track that allows the drivers to take full advantage of their cars reaching speeds in excess of 220 miles per hour and providing lots of opportunities for overtaking. Circuit features 17 corners, 10 to the right and the remaining 7 going to the left. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Pierre Gasly and Albon, Norris, Ocon, Tsunoda and Fernando Alonso, Latifi, Oscar Piastri, Teo Pourchaire and Tictum, Mick Schumacher, Schwartzman, Lance Stroll and George Russell, Magnussen, Perez, Richard Vasseur and Guan Yu Zhou. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson, a lot of talented drivers out on the track today, but what will stand out for you? My focus is 100% on the front of the grid. Like you said, we're seeing a lot of strong competition across those positions, so it'll be super interesting to see the fight for that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. Okay, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Oh, wat lief. Ik verdien deze race. Nou, leuk. Goed, zijn we aanbeland bij de grid. 36 rondes lang racen. Geen regen, aan het einde wel wat bewolking. Maar goed, dat is geen probleem. Neem wat minder brandstof mee. Normaal zou ik 45 ronden meenemen, nu 42. Het is alsnog veel, maar goed, wat minder. Formatieronde. En kijken of wij alles op temperatuur kunnen gaan krijgen. De banden, de remmen, de motor. Allemaal zometeen handig bij de start van de wedstrijd. En dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. Hoe goed komen wij in de gridslot terecht? Dat is de vraag. Jazeker, 0,3 meter ervan af. En staan een beetje naar de rechterkant toe om Verstappen af te knijpen zometeen bij de start. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 78 hier in Mexico. Met onszelf op pole position. Max Verstappen op de tweede plek. Charles Leclerc op P3. Gasly op 5. Rijdt op die softband. Daar moeten wij voor uitkijken zometeen. Maar eerst de run naar de eerste bocht toe. Als de lampen aangaan voor de grote prijs van Mexico. Aflevering nummer 78 is onderweg. En we komen prima weg. Flink wat duels van al te pakken. Maar gaan Verstappen daar blokkeren. En Max kan er niet langs. Aan de buitenkant zit Charles Leclerc. En is er voorbij aan de leiding. Daar zit Gasly. Op die softband Norris naar P3. De remmen laat naar Gasly toe. En Leclerc maakt een klein foutje. En dat zien wij. En gaan hier de binnenkant pakken. Jazeker. En duwen als het ware Leclerc gewoon opzij. En dat is gewoon weer de leiding veroverd in de eerste ronde. Goed gedaan.
Een beetje knokken geblazen, maar goed, dat mag ook wel. Gat naar Leclerc is inmiddels 19e. Verstappen heeft heel veel terrein verloren bij de start. Herhaling dus van de start aan boord bij Max Verstappen. Hij kwam prima weg. En wij gaan hem hier al gelijk afknijpen. En Max kan er niet langs. Moet daar even inhouden en verliest daar heel veel terrein. Daar zit Gasly volgens mij. Jazeker, die raast er als een gek voorbij. Hetzelfde geldt voor Perez op die zachte band. En wij laten die twee daar knokken. Max kan hier ook niet langs. Wordt daar weer geblokkeerd de hond. En wij duwen daar Charles Leclerc uit. Max dus heel veel plekken verloren. Mede mogelijk gemaakt. Dankzij ons. Ronde nummer 2 is het. Als het gat naar Leclerc 19e is. Wordt alsmaar groter en groter. Verstappen op P5 probeert zich terug te knokken in de wedstrijd. Als het geel is in sector 2 waar we nu zijn. En Verstappen valt uit. Max Verstappen finisht de wedstrijd niet hier in Mexico. Al vroeg in de wedstrijd een DNF voor MAX. Jammer maar helaas. Maar goed, beide titels zijn al gepakt. Dus eigenlijk doet Max niet meer mee voor beide kampioenschappen. Zit nog wel in gevecht met Charles Leclerc voor P2 in het coureursklassement. Dus dit is pijnlijk voor hem en verliest daar alleen maar meer terrein ten opzichte van Charles Leclerc, die overigens achter ons rijdt. Het gat is een seconde. Gasly op 3, Sainz op 4. Ronde nummer 4 van de race. Als dat gat naar Leclerc 2 seconden is. Inmiddels ronde nummer 5. Gasly kan die zachte band niet echt gebruiken. Zit wel achter Charles Leclerc en heeft ook DRS, maar kan er niet voorbij volgens mij. Rijdt er alleen maar naartoe. Voorlopig een neutrale race. Een neutrale wedstrijd, een saaie race, een saaie wedstrijd. Waarom? We zijn zoveel sneller dan de rest van het veld. Max valt helaas uit. Deed ook niet echt mee voor de raceoverwinning. En ja, dan krijg je dit. Nog 31 rondes te gaan. En hier is een herhaling wat er is gebeurd in ronde nummer 2 aan boord bij Max, die hier uitviel met een motorisch probleem. De Renault motor hield het voor gezien. En 0 punten voor Verstappen. Jammer, maar helaas. Dit is ronde nummer 18 van de wedstrijd als ik naar binnen duik voor de harde band. En dit wordt onze laatste pitstop van de dag. Hierna nog 18 rondes te gaan, dus zitten op de helft. En we komen denk ik mooi voor Charles Leclerc weer het circuit op. Want daar doen wij de overcut op. Zit klem achter Carlos Sainz. Dus dat gaat Leclerc niet fijn vinden. Ik denk dat Albon gewoon doorrijdt. Of het is Ocon. That was a fantastic stop. 2.5. Een steady pitstop. En Albon rijdt een ronde langer door. Ocon naar binnen gedoken. En geen pitstoppen meer voor ons. En komen mooi gewoon voor Charles Leclerc weer het asfalt op. Jazeker. Dat is 14 seconden. Ongeveer 10 seconden nu. Dus dat is allemaal geen probleem in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Einde ronde nummer 19 als Alexander Albon naar binnen duikt voor zijn pitstop. Gaat dus naar de harde band. En wij rijden er voorbij en nog 16 rondes te gaan in de wedstrijd. Komt al wat bewolking, maar goed, geen regen, dus dat is prima. Die bewolking mag er gewoon komen. ...8.4 seconden is het gat achter ons. Dat klopt niet, het is 8.2. Mark, 8.2. Ronde nummer 33 alweer. Als het gat naar Leclerc 17.6 seconden is. En geel in sector 1. Want er valt iemand stil. Dat is volgens mij een McLaren van Esteban Ocon.
als ik dat goed zeg. Staat stil, uitkomen bocht nummer 3. Jazeker, Esteban Ocon uitgevallen in de wedstrijd. Jammer voor de Fransman. Albon nog de enige McLaren in de punten. Rijdt op P4. En we gaan ronde nummer 34 alweer in. Met rood in sector 1 en 3. En paars in sector 2. Maar goed, dat geeft helemaal niks. We hebben nog steeds de snelste raceronde in handen. Met een 1.17.5.7.0. Pas op, pas op. Nou, wat een gevaar. Daar staat Ocon stil aan de linkerkant van het circuit. We zijn er inmiddels gewoon voorbij. En kunnen nu onze ronden gewoon aftikken. Want we zijn er eigenlijk al bijna. En voor de rest is er eigenlijk niet zoveel gebeurd in de wedstrijd. Een hele saaie wedstrijd. In mijn optiek. Walking is al wel toegenomen. Maar goed, daar blijft het alleen maar bij. Herhaling van Esteban Ocon die hier stil viel. In de grote prijs reed in de punten. Reed toch in de punten op P7. En daar gaan dus 6 punten letterlijk in rook op. Of het is geen rook. Het is geen rook. Ik denk gewoon een versnellingsbak die ermee ophoudt. Geen motorprobleem. Maar goed, alsnog een DNF. Jammer voor hem. 2 uitvallers, Max en Ocon. En zitten inmiddels in de laatste ronde van de race. Als confetti hier op het stadion wordt afgestoken. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in Mexico. Pakken ook de totale regelpunt. Verstappen heeft een knauw gekregen door die uitvalbeurt. Jammer voor hem. En is het op naar de volgende wedstrijd. Great drive. We did it. Good job. We did it. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan het uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Mexico met het snelste regelpunt. Dat betekent dat wij de volledige score hebben gepakt. Jammer van Verstappen. Na een slechte start helaas een uitvalbeurt. En dat is eenmaal jammer. Charles Leclerc naar de P2, Norris naar P3, Albon 4, Alonso 5, Perez 6, Tsunoda 7, Sainz 8, Gasly 9 en George Russell pakt het laatste punt voor Mercedes. 2 uitvallers. Ocon en Verstappen en Leclerc is voorbij. Albon voor P3 in het coureursklassement. En ja, wij leiden dus nog steeds het coureurs- en constructeurskampioenschap. Want we zijn eigenlijk allang kampioen. Daarom dus. Rivaliteit breakdown is gewoon goed. 21 tegenover 11. En ze hoort het ook. Team McLaren level 27 tussen team level 21. Mijzelf level 22 Verstappen. Kijken of wij ook alle sponsoren hebben voltooid. Jazeker, $1.56 miljoen erbij geschreven. Goed gedaan. Helaas hebben ik en Max wat schade gereden. Plus 30k erbij. 70k misgelopen helaas. In totaal op de bank $22.7 miljoen. Dat is goed om te zien. Daarmee kunnen we het contract met Max gaan openbreken voor volgend seizoen. Want we hebben genoeg geld om hem te gaan verlengen.
Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, doe het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook niet leuk vond en trouwens nu op mijn game kanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F1 22 My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @Jianan schrijven op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Jianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.